We zijn geen fabrikant, we zijn geen retailer. We zijn een stichting die partijen bij elkaar brengt en ze helpt om beter met elkaar te communiceren. En dat doen we door het maken van afspraken over identificatie, over communicatie, over producten of over transacties. Ik denk als je kijkt op dit moment dat het uitwisselen van goede productgegevens een van de belangrijkste zaken zijn waar retailers zich zorgen over moeten maken. Wat ik daarmee bedoel is dat als je kijkt tegenwoordig dat mensen die producten online kopen, willen niet alleen een goed product, maar willen ook goede productinformatie. Meer dan 60-70% van de klanten oriënteert zich voordat ze überhaupt gaan winkelen online. Dus als je niet de juiste data hebt, kunnen ze je ook niet vinden. Nou, wat je in ieder geval moet zorgen is dat je processen zowel online als offline op elkaar aansluiten. Dus dat als een klant iets online koopt, dat hij het ook bij wijze van spreken offline weer kan terugbrengen. Dat hij het offline kan ophalen. Dan praat je echt over een omni-channel strategie. Als je dat goed regelt, dan ben je eigenlijk klaar voor de toekomst. Als je dat niet gedaan hebt, dan moet je je sterk afvragen welk spel je wil gaan spelen. Als je kijkt naar de winkelstraat van de toekomst, op dit moment zie je veel grote winkelketens omvallen. Dat heeft natuurlijk te maken met het kleine stukje van de omzet wat weggenomen wordt door online. Maar aan de andere kant zie je dat die online ook wel weer iets nodig heeft om klanten een vertrouwen te geven, te inspireren. Dus je ziet een soort mix ontstaan tussen die twee kanalen. Als je echt kijkt van hoe ziet de winkelstraat van de toekomst, dat is heel moeilijk te voorspellen, want je weet niet hoe dat balans precies uitpakt. Maar als je leuke voorbeelden wilt zien, dan zou ik zeggen, ga eens een keer in de 9 straatjes in Amsterdam kijken. Dan zie je hele inspirerende winkels en die zullen, denk ik, nog steeds publiek blijven trekken. Wat ik zelf ga vertellen is de mix tussen goede producten, goede data en goede partnerships. Dat zijn eigenlijk de ingrediënten om in de toekomst als retailer te blijven staan. En dat ga ik uitleggen.